Kijk eens. Mag even dat nog in de gaten, dat er nog echt iets gebeurt, of niet? Ik denk het niet. Nee, ja. Kom maar, kijk maar even mijn jaren. Hij vroeg aan de vos, moet weg niet zo. Nee, langzamer aan wat wel, hè. Hoe vaak gebeurt het nu? Elke maand of zoiets? Of? Om de 8 weken. Om de 8 weken? Ja. Is dat nodig dan? Of... Ja, dat is wel nodig. Dan knip ik je in het stuk af. En dat past alles weer. Oh, het is gewoon meer klompenkappen. Ja. Klompenkappen. Dat doen ze bij koeien, hè, of niet? Ja. Ja. Ja? Het is bij hem altijd zo wisselend hoe het gaat. Ja. Ja, dat is wel een beetje. Maar de bakken zijn ook vattig. Ja. Het is even anders, zo hoeft en nu dat de buur met werken of hoe werkt het? Ja, dan groeit allemaal aan, die voet die wordt langer. Ja. En als het te lang wordt, dan zakt die voet veel te veel achterover. En dan kan de peert niet goed lopen. Ja, maar dit werkt zo makkelijk. Dat is heel anders. En dat is belangrijk, dat je peer vast hoofd? Ja. Ja? Blijf rustig. Ja. Hoe lang ben je zo'n paardenmeisje? Hoe lang? Ja. Nou, vanaf de nacht wel. Zo. Ja. Helemaal dolle paardjes. Ja. Je hoort mijn jonge geuring hier nog niet. Ja, ja, helemaal goed. Jongen, jongen. Wie is er bij ons niet met een knipdanger door? Wat wel, hè? Maar scherp, hè? Nou, je houdt een hele stuk los, hoor. Ja. Lekker rustig als de paard eronder blijft, hè? Nou. Ja, hè? Fijn, hè? Ja, prima. Maar je bent natuurlijk heel vertrouwensverzuurder, hè? Ja. Zo'n peer trek in de hand, joh. Oh, je bent op zich waar die speaker zit van de burgergeet waar ze erin doen, hè? Ja, die kun je zo zien. Ja. Ik dacht dat al die onthulden was, dat is een beetje door aan dit, hoor. Ja, ook wel. Grapje. Wat een temperatuur is dat, hoor? 1000 graden. 1000 graden? Zo. Dat is een domme vraag van mij, maar waarom is dat nu warm bijna? Doe ze de warm op straks? Ja. En voel je niks van? Er niks aan. En dan kun je vorm naar de hoef? Ja. Dus als je die voet schoon maakt, dan weer hier wat voor model hij dat ik maak. Ja. Zo. Dan neemt ze de meesters mee. Dan kunnen we straks zo'n aanleggen en aanpassen.
niet helemaal denk ik. Wat heb je nog? Ga er. Doe je dat nog niet zie je? Nee, niks meer. Nee, ik vond niks van. Kijk alleen hoe of het past of niet. Kun je door die rook allemaal zien? Ja. Dat is door die rook, hè? Goeie rook, hè? Ja. Vast op die rook. Waarom je door nog één lipje zitten bij die vuurtjes en die achterste zitten twee aan, zoals ik net ook ziet. Ja, dan kan die voet uit elkaar. Als de peert voet neer zit, die voet uit elkaar en pompt de broek ervoor. En er is van achternaast dat voor gebeurd? Net iets anders, dan werkt alleen het achterste gedeelte. En bij de vuurtjes werkt die echt die hele voet. Hé, wat is dat als aan de buitenkant weer uitkomt? Hoe zeg je dat? Hé, wat is dat als aan de buitenkant weer uitkomt? Ja, dat moet ook. Oh, dat moet ook. Ja. Je wordt nu een filmster. Hé? Je wordt nu een filmster. Ja, dat doen we. Slik je het wel eens in de deur? Nee, nooit. Nooit? Smaakt niet zo goed, hè? Nee. Die toon, hè? Ja. Met de schakel. Dan doe je een stempel hier op van Johan Veurink? Nee. Oh. Kom nou. Ja, die heb ik nog niet. Oh, ja. Ja, maak het maar weer schoon, nee, jong. Lik het maar weer af. Is dat gewoon bij die plamuur of wat je nu in doet? Stopverf. Stopverf, hoor. Mooi inleggen, kan het water niet in blijven staan. Ja, het is nettisch. Dat is mooi. Het is macht, dat is mooi. Dat ook zo. Dit giet al die zo, Johan, er is verder geen geheim van het smitten. Nee. Dit is gewoon vaste voor iedereen zelf. Als je nog andere peer hebt die nooit in het zaan komt, is dat anders met de voet? Ja, het is een beetje wat je ermee doet. Ja. En ook onder zadel wat je ermee doet. Ja. Of voor de wagen. Ja. Hier heb ik ook Isis, die dikke band. En die westernpeer hebt, die cowboypeer, die heeft ook een ander beslag. Oh, ja. En voor zo'n peer, dan moet zo'n soort beslag hebben en andere. Dat ligt gewoon aan het peer zelf. Maar... Ja, wij doen eigenlijk. Ja, oh ja. Ik ga iets van die kouwepeer, maar zo'n slijdingstap maken. Die met Isis en maar eigenlijk heel glad bent. Ja. Die makkelijk op het zand hebben. Ben je nooit bang dat je geen donk krijgt van een peer? Of... Nee. Nee? Dat kan ook niet, hè, natuurlijk. Nee, maar dat komt niet goed. Nee. Dat gebeurt ook niet.
fijn voor de peri dat je bij bent zo, hè? Ja, hè? Ik vind het wel fijn, hè? Dat denk een speciale stof hebben we, ja? Ja, de witte is gewoon normaal. Ja. En de zwarte, dat is wel... Tjonge, wel mooi. En wat zei je nu net, wat was de clue van het hele verhaal? Het peert moet beter of... Het moet beter bij de smid wegkomen of... Het peert moet beter bij de smid wegkomen dan dat er komt.